Zegt natuurlijk Maarten en Dorothee. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Maarten, klopt het als ik zeg dat het dit jaar nog belangrijker is om te stemmen? Absoluut, ja. We gaan dit jaar voor de eerste keer de fouten 528 doen in plaats van de fouten 128. Ik heb dat eens snel berekend. Dat zijn 400 foute liedjes die we extra in die lijst moeten steken. Dus er is natuurlijk veel meer tijd om iedereen zijn favoriet fout liedje te draaien. Maar het is ook superbelangrijk dat er gestemd wordt. Want hoe meer er gestemd wordt, hoe relevanter, hoe gevarieerder die lijst gaat zijn, hoe meer die gaat kloppen. Dus het is echt zo belangrijk dat mensen stemmen. Ja, je moet echt het kaf van het koren tussen de rommel scheiden. Hè? Ja, absoluut. En Dorothee, we willen niks forceren, maar het is toch wel belangrijk om dat snel te doen, ook, hè, dat stemmen? Ja, je hebt dit jaar maar 5 dagen om te stemmen. Dus vanaf nu ongeveer tot vrijdag. Maar ja, ik vergelijk dat een beetje met de examens. Hè. Als je 3 weken hebt om te blokken voor je examen, doe je dat uiteindelijk ook pas de laatste 5 dagen. Hè. Pas de echte blokken. Hè. Dus dat is een beetje met stemmen hetzelfde. 5 dagen gaat er denk ik voor zorgen dat iedereen zoiets heeft van alright, kom aan, we moeten snel, we moeten zeker onze top 3 doorgeven op kimmusic.be. Ja, voilà, daar kan er gestemd worden. Maarten, is dat jouw dochter die ik hoor, die bij jou op de schoot zit? Ja, betrapt. Betrapt? Ja, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ze moet drinken, hè. Sorry. Ja, je moet dat eten geven, hè. Dat is het. Ja, maar ja. Iemand heeft mij dat ook al langs gezegd. Voilà. Zeg maar, Maarten, je hebt mij vorige week gezegd dat als er goed gestemd wordt, dat er ook verrassingen zullen zijn. Ja, elke keer. En luister nu goed, want dit is wel goed. Elke keer er 528 luisteraars hun top 3 doorgeven via qmusic.be, gaan Dorothee en ik een extra foutuur doen op de radio. We gaan die stemming gewoon keihard in de gaten houden, heel nauwkeurig. En zo gauw wij zien dat er 528 keer gestemd is, dan pakken we eigenlijk gewoon de radio over, dan doen we gewoon het foutuur. Dat kan altijd zijn, dat kan 5 uur 's morgens zijn, dat kan 12 uur 's middags zijn, dat kan 10 uur 's avonds zijn, dat kan ook tijdens jullie show zijn. Wij rammen binnen en voilà. Oké. Okay. Ze rammen binnen, goed om te weten. Maar Maarten heeft daar veel ervaring mee. Het product zit op zijn schoot daarvan. Dorothee, is het dan de bedoeling dat als dat tijdens onze uitzending is, dat wij dan meteen verdwijnen en dat jullie echt volledig overpakken voor een foutuur? Ja en nee. We nemen echt wel over met fouturen. We gaan alleen maar foute liedjes draaien. Maar ja, het is ook gezellig als jullie blijven zitten. Als Sam een beetje Beyoncé is en zo tijdens het fouturen. Dat mag zeker. Hè. Meer zielen, meer vreugd natuurlijk. Oh, zeg maar Maarten, jij weet dan toch ook dat je echt 24 uur op 24 paraat moet zijn om te kunnen uitroepen. Je hebt 2 kleine kindjes waarvan er 1 nu al huilt. Nee, dat is vrolijk. Dus je bent ervan op de hoogte. Dus dat kan. Je bent daar snel. Oh, en lakken. Hey, dat is verwoord. Ja, en nu is het nog rustig, maar dat kind kan ook roepen. Hè. Dus heb je chance. Dat is geen enkel probleem. Tussen Aardklaar en Vilvoorde ligt geen E17, dus ik zou er snel moeten kunnen geraken. Dat is maar de A12 is er niet. Oh, ja, mos, schat. Ik ga jullie, Maarten, geef het kind eten. En we gaan om volledig in de stemming te komen. Nu al de nummer 1 draaien van vorig jaar, Dorothee. Weet jij nog welke dat was? Iets met liefde en iets met dieper al. Iets met zeer diepe liefde van Get Ready, absoluut. Maarten en Dorothee, merci alvast. En wie weet, tot snel of niet, dat hangt dus van de stemmers af. Je kan daarvoor naar qmusic.be. Je hebt daarvoor maar 5 dagen de tijd, dus doe dat zeker om te stemmen op die foute 528. Salut allebei. Allee, salut alle 3, hè. Dag alle 3.